Ik ben Johan. En wat leuk dat jullie weer de moeite hebben genomen om naar mijn kanaal te kijken. Ja, ik snap het wel, want jullie zijn natuurlijk elke keer benieuwd wat we vandaag weer gaan beleven. En jongens, wat een mooie dag weer. Kijk toch eens. Wat een mooie dag is ons weer gegeven. En weet je wat nou het leuke is? Gisteren, eind van de dag, had ik bedacht dat ik vandaag ging filmen. Gewoon zomaar, dat is een gevoel. Hè? Dan kijk ik het even aan en denk ik van nou, morgen ga ik filmen. En dan krijg je zo'n dag. Nou, heeft zo moeten zijn. Mooi hè? Goed zo. Ik ben nou in Druten. Alweer? Ja, daar ben ik heel vaak inderdaad. En dat is helemaal niet erg, want dat is een mooie fabriek en daar kom ik heel graag. Maar wij gaan hier 20 pallets laden. 20 pallets met klinkers. En ik ga jullie laten zien hoe wij die laden. En waarom wij die laden, hoe wij die laden, waarom we dat laden. Dat. Dat kunnen laten zien op een papier en tekenen, maar ik laat het even zien met de stenen. En die stenen fungeren dan als paletten. Let op. Kijk. Als ik alle pallets zo zet, dan kan ik er aan twee kanten 8 laden, dus 16. Nou, ik moet er 20 laden, dus dat komt niet helemaal uit. Wat kunnen we dan doen? Dan kunnen we ze blokken. Bijvoorbeeld door ze zo te zetten. De volgende pallet zetten we weer zo. De andere pallet zetten we weer zo. Dus een blokje van 4. Dat zou ik dan 4 keer kunnen doen. Dus dan heb je 16 pallets en dan heb je nog ruimte. En zou ik de laatste 2 pallets zeg maar zo erachter kunnen zetten. Maar dat past niet. Op een of andere manier gaat dat niet. Kom ik net ruimte tekort. Dus hoe ik het dan ga laaien is zo. Is ook een manier. Ik doe het dan. Vier zo. 1, 2, 3, 4. 5 doe ik er dan zo. Dan heb je de 9. En dan doe ik het tweede gedeelte doe ik andersom. Dus dan begin ik weer met een nieuwe steen. Pakken we gewoon even hier. Zo. Die doen we dan hier. En dan doen we de volgende zo. En dan gaan we zo verder. En dan hebben we aan de ene kant ook weer 5 en aan de andere kant weer 4. Dus 2 keer 9, samen 18. Ik moet er 20 laaien. Nou, moeten er toch 2 bovenop. En dat geeft niet. Dat heb ik altijd wel. Dat er bij mij wat overheen gaat. Omdat ik gewoon een kortere trailer heb. Spanband eroverheen. Staat goed vast. Er gebeurt helemaal niks mee. Dus dat gaan we doen. En dan leggen we de spanband. Leg ik alvast klaar. Straks alleen maar eroverheen te trekken. Niet de zijkant op te maken.
En zo laai ik dus 18 pallets op de vloer op deze trailer. Dan kan ik me zo voorstellen dat bij jullie de vraag hangt van, valt dit dan niet om? Want er zit natuurlijk wel ruimte tussen. Nou, het antwoord is nee. Hier gebeurt echt helemaal niks mee. Tenzij je een noodstop moet maken. Maar ja, wanneer moet je nou een noodstop maken? Ja, zul je zien dat dat straks gebeurt. Nee, ik rij nu 27 jaar. Ik denk dat ik nog nooit een noodstop heb. Natuurlijk moeten we wel eens een keer... Goeie zin was dat, ja. Ja. Ik rij nu 27 jaar en ik heb volgens mij nog nooit een noodstop hoeven maken. Natuurlijk moet je wel eens een keer hard remmen, maar dit valt echt niet zomaar om. Dus. Dan heb ik al een paar keer een vraag gehad, moet je dit niet vastzetten? Nee, als het onder de luiken blijft, hoeft het niet vastgezet te worden, want het is een TUF gekeurde trailer. De luiken zijn TUF gekeurd. Wat is TUF? TUV, dat is een Duitse instantie die gaat over sicherheids. Met veiligheid, ladingzekeringen, noem allemaal maar op. En ja, die keuren allerlei dingen. Dus dat hoeft niet. Alleen wat er bovenop staat moet vastgezet worden. Ik ga met deze vraag naar Nieuwegein. En als we dan leeg zijn, Nieuwegein, dan rijden we door naar Leuzen. Dan mag ik een vraag lege pallets laden, ook weer voor druten. Dus dan rijden we weer terug hier naartoe. Lege pallets eraf en dan mag ik ook weer een volle vracht laden voor ochtend. Nou, het is vrijdag, dus wellicht dat we eind van de dag ook weer in de wasstraat terechtkomen. Zodat we de vrachtwagen weer schoon netjes weg kunnen zetten. Voor het weekend. Zonnetje op de raam, het is lekker weer. Muziekje op zometeen. Wat willen we nog meer? Nou, de stratenmakers hebben mij gevraagd of ik de pallets enkel hier neer wil zetten, zo op een rij. En ook aan de andere kant. Daar is ook ruimte. Dus dat is mooi, hè? Dan kan je gewoon op één plek blijven staan. Dan kan je gewoon de twee kanten lossen. En vanmorgen is er in alle vroegte al een collega van mij geweest. Die heeft het hier al neergezet. Die heeft ze twee hoog gezet. Ja, kon die collega van mij ook niet weten. Maar hier kunnen ze niks mee. Dus ze hebben mij gevraagd of ik deze er even af wil zetten. En die kan ik de vrachtwagen hier neerzetten en dan kan ik ze zo daar aan de andere kant neerzetten. Ja, is even wat extra werk, maar het is een goede klant. Dus dat doen we gewoon eventjes. Van op deze manier lossen is dat je de auto zo af en toe eventjes moet verzetten. Nou ja, er stond achter mij ook een man te wachten, die wilde eruit, dus die heeft geluk. Ga ik even iets aan de kant zetten. En dan zou ik weer een stukje mee kunnen straten. Je ziet in een andere video, die kan je hier zien, dat ik dat beter niet kan doen. Ik heb andere skills. Schoenmaker blijft bij je lees, zeggen ze wel eens, hè? Als jij ze nou knipt, dan zal ik ze er wel even inleggen. Oh, ook nog. Ik kan dat heel goed, joh. Kijk, deze past wel hier zo. Ja, zo, deze hier. Oh ja, die is goed. Kijk. Even de passtukjes erin. Hier, doen we deze zo. Doe daar gewoon een beetje zand tussen en dan zit hij ook dicht, toch? Nee. Dit laten we wel weer aan de vakman over. Ik ga wel verder met mijn eigen werk. Kijk, en nu ga ik dus deze pak stenen overhellen naar deze kant. Ik weet niet of dat in één keer lukt.
nog genoeg ruimte heb. Dus misschien dat ik een paar pakken even op de bak moet zetten. Dan rijd ik weer een stukje naar voren. En dan hebben we de klus geklaard. Deze net ook oppakken, maar die pallet is nat, is helemaal doorgezakt. Als ik hem oppak, dan zakt hij in elkaar, dus die laten we maar staan. Je moet er zelf op het kraantje doen. Nou is dit natuurlijk wel wat extra werk voor mij, maar weet je wat het is? Het is een goede klant, joh. Dus soms doe je daar gewoon wat extra's voor. En mijn collega die heeft dat niet bewust zo neergezet, die wist dat verder ook niet. Dus dan lossen we dat gewoon eventjes voor elkaar op, hè. En nu doe ik het even voor een ander, volgende keer doe iemand anders voor mij. Zo werkt dat. Klant tevreden, en dat is het belangrijkste, daar gaat het om. Nou, het is vrijdagmiddag, lunchtijd. Er staat hier een snacktentje. Dus gaan we even wat lekkers te snacken halen. Hallo? Hallo? Geen snack. Wat doe je? Doe nog eens zo. Hij zei dat die heeft die kraammachinist, die deed precies haar goed zo. Ja, ik vind het allemaal leuk als ze een camera zien. Ik ben in Leusden aangekomen om de lege pallets te laden. Ze staan helemaal achterin, maar die straat ligt er net in, dus je mag er met de vrachtwagen nog niet op. Dan komt hij met de chauffeur, komt hij even bijrijden. En dan gooi ik ze er even op. Dan maak ik stapeltjes van 10, dat is en makkelijk tellen. En dan blijven ze precies onder de luiken. Kijk, het fietspad is nog een stukje vrij. Kunnen de fietsers er mooi nog even langs zo. Er staat niemand in de weg. Het is allemaal even snel, even gauw, hè. Het staan leuke optrekjes hier al, hè. Dingen zitten gewoon los tegen elkaar. Dan rijden we er even tegenaan.
rijden nu op de A15 en zijn onderweg naar Druten. En het was hartstikke mooi weer. Maar het betrekt helemaal. En dat is wel jammer, hè? Kan deze ook af. Nou, zijn we terug in Druten. Lege pallets gelost. En nu is het eigenlijk hetzelfde als vanmorgen. 20 pallets, klinkers. Alleen deze keer zwarte. Dus die gaan we er even op gooien.
Let's go! Oh nee, moet even het ding vastmaken nog natuurlijk. Bijna vergeten, even vastmaken en dan kunnen we gaan naar Ochten. Ja, we zijn onderweg naar Ochten. Ja, ja, een vrachtje stenen in Ochten. Want het... Het is gewoon een hele mooie dag. Oh, it's such a mooie dag. Op de lossen in Ochten. We zijn bijna in Ochten en op de bon staat leveren met kleine trailer. Dus ik ben benieuwd waar we uitkomen. Jongens, lekker motje. Moet ik hier linksaf. Ik rijd er bijna voorbij. Even eens achteruit. We moeten hier zijn. Nou, ik ook niet. Ga ik eens even kijken hoe wat. Ja, we zijn de ochtend aangekomen en de klant wil dus dat we de pakken stenen zo schuin neerzetten. Zo. Maar ja, zoals je ziet, staan niet echt ruimte. Om naast de auto te lossen, dus ik moet alles achter de auto lossen. En dan kan ik een pak of 5 neerzetten, denk ik. En dan moet ik weer verder naar voren. Dus we moeten 10 keer de auto verzetten, maar ja, deze is niet anders. Krap plekje. Nou, ik ga ze allemaal niet kwijtraken hier op een rij. We hebben net overlegd, ik mocht er de laatste 2 hoog zetten. Maar kijk, ik sta al midden op de weg. Ik kan niemand langs. Dat is op zich niet erg, maar... Gelukt! Ik mocht de laatste 2 hoog zetten, zodat ik ze allemaal kwijt kon. Maar nu het volgende. Nu moet ik weg hier. Maar daar kan ik niet heen, dat heb ik nu al gezien. Ik kan daar de bocht nooit krijgen. Dus! Gaan we achteruit. Gaan we achteruit daar naartoe en zien we wel even waar we uitkomen. Yeah.
tegen de jochie net rennen. Ik moest echt denken aan vroeger. Ik deed dat vroeger ook wel eens. Misschien klom ik er zelf nog wel op. Lachen man. Maar hij is wel gevaarlijk, hè? Maar goed, ik zag hem. Ik bleef rustig rijden, dus er was niks aan de hand. Oh, lachen. Nou, ik ben onderweg naar onze opslag om te laden. Kijk wat hier is gebeurd. Die auto heeft een beetje te kort een bochtje genomen. Die is over zo'n schaamblok heen gegaan. Niet best. Heel ontkend. Hij staat gewoon in springhouding. Goeiedag. Ja. Ik lach er nou al, maar dan heb je echt vieze schade. Dat is echt niet fijn voor die persoon natuurlijk. Maar het zag er wel heel spectaculair uit. Nee, daar moeten we natuurlijk niet om lachen. Want als het jezelf overkomt, vind je dat ook niet grappig. Die auto had vieze schade, joh. Het lag allemaal olie onder. Dus waarschijnlijk is die kattenpan kapot. Moet je willen. Nou, ik ben dus uiteindelijk niet naar de wasstraat gegaan. Want er kwam even wat dingen tussen. Ik moest onderweg nog wat big bags ophalen voor een klant. Die los ik hier nu bij ons op de opslag. Hier doe ik daarna ook weer eventjes laden voor maandag. En dan zit mijn dag er weer op. Dus, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Like en abonneer. Tot de volgende keer. En bedankt voor het kijken. Doei!